dit was het dan. Weet je baas er al van? Nee. Maar het zal niet lang duren voordat hij erachter komt. We kunnen vluchten. Uitermate tevreden met je behaalde resultaten op de controleafdeling. Je bent een aanwezig voor het NUB. We ondervinden nu wat problemen op de Delta One afdeling. En we hebben daar iemand nodig om de zaken op orde te stellen. Degene die ik in gedachten heb, dat ben jij. Je wordt main market contact voor de Delta One afdeling. En daar krijg je te maken met onze high profile klanten. En daarnaast arbitreer je voor de bank, voornamelijk in ETF's. Je moet voldoen aan bepaalde winstverwachtingen, maar daar staan bonussen tegenover en die zijn er niet mis. Denk je dat je dit aan kunt? Ja, zeker. Ik ben heel veel in met dit aanbod. Nou, dat is mooi. Dan mag ik deze overeenkomst tekenen. Je krijgt grote bedragen ter beschikking om te arbitreren en je zult controles moeten ondergaan. Je gaat je bezighouden met pure arbitrage, waardoor je geen risico's loopt. En onthoud, er wordt niet gespeculeerd. Het systeem houdt je immers in de gaten. Ja. Nou, dat is mooi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Okay. Erik. Nou Ben, dit is je nieuwe werkplek. Even voorstellen, je nieuwe member. Hi, Tim Bruinsma. Hi. Ben Schultz, hallo. Welkom. Dankjewel. Heren, succes. Dankjewel. Dankjewel. Dus ben ik nu gepromoveerd naar de Delta One afdeling. En wat doe je daar op de Delta One afdeling? Nou, op de Delta One afdeling werken arbitrageagenten, zoals ik. En door het combineren van een aantal transacties kan je profiteren van prijsverschillen in dezelfde effecten op verschillende markten. Anders uitgelegd, als hetzelfde aandeel op een andere beurs voor een andere prijs wordt verhandeld, dan kan je de lage prijs kopen en tegelijkertijd short gaan in de hoge geprijsde aandelen. Dat moet zeer snel gebeuren, soms in een fractie van een seconde, want anders is het prijsverschil weer weg. Ja, ja. Oké, dus je jaagt eigenlijk op prijsverschillen. Dat is een soort kaars die uitgaat, waarna je direct moet toeslaan. Ja, zo ongeveer wel. En als het aandeel dan op beide markten weer gelijk is, kun je je lening aflossen door de aandelen die je voor een lagere prijs had gekocht terug te geven aan de eigenaar die je de aandelen had uitgeleend voor de hogere prijs. En op die manier kun je in geen enkel scenario verlies oplopen. En daarom is het een risicovrije winst. Maar wel minimale winst. Klopt, het is geen speculeren. Maar daarom maken banken er ook gebruik van. Door enorme bedragen in te zetten kun je de kosten van de fondsen en de lening dekken. En daarnaast hun winst overhouden en dat alles zonder risico. Behalve als je een computerstoring krijgt, want dan ben je de sjaak. Hé, maar wat hou je eraan over? Nou, bij winst krijg ik bonus.
Het hangt er natuurlijk vanaf hoe groot. Ja, dat is goed. Maar na het sluiten van mijn positie bij een aantal deals merkte ik op dat de waarde van de aandelen doorging met stijgen. Maar omdat ik ze meteen moest verkopen, om geen risico te lopen, liep ik dus een gigantische winst mis. Als ik ze nou maar een kwartiertje langer had vast kunnen houden. En waarom deed je dat dan niet? Ja, dan is het speculatie en dat mag niet. Dan betreed ik het grote casino van de effectenwereld. Maar het had gekund. Er zitten zwaktes in het systeem, het is gemakkelijk te omzeilen. En zeker als ik meer winst maak, dan hoor je mijn baas al helemaal niet klagen. Ik vind het echt een prachtige plek om even van mijn werk te ontvluchten. Even tot rust te komen. Ik ga binnenkort Leona ten huwelijk vragen. Nee, echt waar, Rob. Fantastisch. Daar gaan we wat op drinken. Nou, nog niet. Het is geen arbitrage, hè? Dames en heren, ik wil even benadrukken binnen deze curve. Deze 3,2 miljoen heeft Ben hier verhoorzaakt in de eerste paar weken. Daar mag ik best een applausje tegenover. En ik wil even benadrukken, neem daar een voorbeeld aan. Want als jullie dat doen, dan krijg je wat je wil, de bonus. Hè? Denk erom. Oké, dan gaan we verder met het verloop. Hallo? Stoor ik? Nee. Ben, luister. Er is een fout gemaakt bij de administratie. We hebben onze bonus weer van afgelopen kwartaal nog lang niet op orde. We hebben nog 7 miljoen winst nodig aan het einde van de maand om dit veilig te stellen. En je vraagt mij om daarvoor te zorgen? Juist, Ben. Je bent akkoord gegaan met het feit dat we je bepaalde winsteisen mogen stellen. En gezien je resultaten denken we dat dit voor jou te doen is. Maar dit is arbitrage. Dit is waar we je voor hebben aangesteld. We rekenen op je. Tot volgende week. 7 miljoen.
Ben, wat is er aan de hand? Ik ben onder druk gezet. Ze verwachten dat ik aan het eind van de maand 7 miljoen euro terugverdien. Ik begon met een deal, maar ik maakte nauwelijks winst. Weer zag ik de koers stijgen, dus ik besloot dat ik bij de volgende deal zou wachten met verkopen. Dat leek eerst goed uit te pakken, maar toen hield ik ze te lang vast. De koers ging daarna op en neer en voor ik het wist was de markt gesloten onder mijn aankoopwaarde. Chef, weet het er al vanaf? Nee, ik heb rekeningen vervalst. Een aantal arbitrageacties gedaan om het te verbergen. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Ja, ziet gewoon als een verkeerde gok. In het casino gebeurt dat echt heel vaak. Als je inzet op rood bij roulette, dan heb je 50% kans op winst. Als hij dan op zwart valt, zet je dubbele in om je verlies terug te verdienen. Hiermee blijf je doorgaan totdat je wint. Want uiteindelijk win je toch wel. Maar dit is iets anders dan dit. Oké, ik zeg niet dat je het moet doen, maar... In het casino krijg je vaak te maken met tegenvallers. Weet je, je moet... zelf beslissen. Jij bent degene die ervoor aangesteld is. Ik denk dat ik nog wel een betrouwbare investering weet. Ben, heb je even? Hoe staan de zaken ervoor? Ja, wel goed. Ik heb een kleine winst geboekt. Ja. En als de markt stabiliseert, dan betaal ik iedereen weer terug. Oké, nou, doe wat je moet doen. En als het je lukt, dan doe je wat voor je reputatie. En uiteraard een bonus. Ja? Oké, ga door. Binnen. Chris, het systeem heeft een verlies opgemerkt. Pardon? Kijk zelf maar eens. Wat is dit? Ja, dit kan natuurlijk niet! Waar is Ben? In de kamer. Schiet op, dit kan niet. Dit is onacceptabel. Dit heb ik zelf gedaan. Ik heb het zelf verpest. En straks maak ik de bank nog kapot. Iedereen verliest zijn baan. Duizenden mensen op straat verliezen het vertrouwen in de economie. Daar wil ik jou niet in betrekken. Je moet aan jezelf denken. En aan je vriendin. Ben, ik steun je. Hoe dan ook. Denk aan jezelf. Bouw een toekomst op. Blijf weg uit het casino. En als ik mij nu aangeef, dan kan ik de schade misschien ook beperken. Laten we het hopen. Maar ik heb Leona ten huwelijk gevraagd. Nee. Ja, ze zei ja. Echt waar? Fantastisch, gefeliciteerd jongen. Ja, dankjewel. Dat is echt goed nieuws. Ja, ik ben ook wel blij. Wat een prachtig uitzicht ook, hè? Ja. Zou het de laatste keer kunnen zijn dat ik daarvan kan genieten?
is het controleorgaan dat dus Ben Schulz aangewezen heeft voor de overtredingen. Waar zou je hem hebben? U bent meneer Schulz? Ja? Bent u bij deze aangehouden? U gaat met mij mee naar het bureau. Ja, maar waarom? Ik weet het. Ja, maar...